De prankoorlog begint ook op de digitale snelweg des lands zijn tol te eisen, want Thomas is niet veilig voor de lading zogenoemde spam die hij in zijn digitale postbus ontvangt. Veroorzaakt door de internetpagina die Stefan speciaal voor hem heeft gemaakt. Giel, Thomas en Stefan van het YouTube-kanaal Stuk TV, die hebben elkaar de oorlog verklaard. Maar echt, de fatsoensnormen zijn overboord gegooid ofzo. De regering roept de noodtoestand uit, sluit ramen en deuren. Vanuit het buitenland reageert men geschrokken. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We will try to make it better. Dit gaat te ver. Hey Giel! Over 2 dagen zit het heel rot. Tering, Thomas. Zo lelijk worden, ouwe. Woehoe, het is gelukt! Ja, hier is de politie. We zijn helemaal klaar, man. Welkom bij dag 4 van de prankoorlog. Het is fucking zwaar, het is fucking intens, want je weet gewoon, ik ga vandaag een prank uithalen, maar ik ga vandaag ook weer geprankt worden. Maar ik ga vandaag Steven pakken. Ik ga proberen bij hem in te breken, zijn dus duur spullen mee te nemen en die op marktplaats te zetten. Dus, we gaan nu een trap huren. Nou, helemaal super. Gaan we aan de slag. Het is best wel bot als ik zijn deur overbreek, toch? Zie je hem al zo over straat lopen? Met een ladder, hè? Wat ga je doen? Ja, boodschappen, hoezo? Zo, onderweg naar Amsterdam. Dan moet ik nog gewoon gewerkt worden naast het filmen. Dus ik ga naar kantoor. Ik heb nog geen grappen bedacht voor vandaag. Ik hoop dat ik een keer geprankt word, jongens. En dan een beetje een goede prank, alsjeblieft. Kom op. Stefan bevindt zich al in Amsterdam. En is iets aan het voorbereiden met een sterk luchtje. Ik ga Thomas pranken. Ik heb niet zo'n heel goed idee, maar ik heb wel een idee. Ik wil een soort vis op de post gaan doen, zodat hij die over een paar dagen gaat ontvangen. Hallo. Hallo. Ik heb een vraagje. Ik zal me voorstellen, Stefan. Hallo. Ja. Oh, lekker. Top. Lekker vishanden. Hey, ik wil een vriend van mij te grazen nemen door een vis op te sturen via de post, zodat hij die over 2 dagen ontvangt in zijn brievenbus. Maar hij moet dus wel door de brievenbus kunnen. Ja. Dan zou ik er een lekkere haring in stoppen. Eén haringje alsjeblieft, met uitjes. Is er al iemand eerder ooit met deze vraag hier gekomen? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Eén harenkie. Helemaal super, man. Dankjewel. Top. Dankjewel, man. Hoi, hoi. Thomas kan zijn berichtenbox naast niet meer overzien. Steven heeft dus gisteren zo'n post gedaan dat ik mijn eigen website heb en dat je mij kan inhuren voor van alles en nog wat. En geloof het of niet, maar het houdt niet op. Het gaat maar door. Privéchauffeur, handtekening, trio, feest, nieuwe uitdaging, verjaardag, boeking, feest. Boeking, oudjaarsnamiddag, feestje, inhuren. Houd niet op! Ik ben helemaal gek! Maar ik kan wel een hoop geld verdienen als ik ooit stop met Stuk TV, dat weet ik wel. Ik wil een vriend van mij in de maling nemen en ik wil een palinkje opsturen. Denk je dat het te groot is? Oh joh, kijk dat. Ja, in een envelop. In een envelop gewoon? Ja, samen doen. En niemand vindt het raar dat ik een haring op de post wil versturen. Ja, kennelijk doen mensen dat gewoon. Je ruikt het gewoon. Over 2 dagen zit het helemaal verrot gewoon. Dit gaat zo erg stinken. Ik vind het echt zielig voor al die andere mensen die met Thomas de brievenbus delen. Een mooi moment, jongens. Misschien wel de eerste keer ooit in de geschiedenis dat er een haring op de post gaat. Nou, Thomas, je haring komt eraan, schat. Eet smakelijk. Oh, hij past net. Ja, hij zit erin. Top. Thomas bevindt zich inmiddels ook in IJmuiden en is van plan om zich als een ware inbreker toegang te verlenen tot de woning van Stefan. Echter, wij dienen hier uitdrukkelijk bij te vermelden dat dit soort praktijken strafbaar zijn. Haal dit soort grappen en grollen dan ook nooit uit bij uw vrienden. Daar is het volgens mij, ja. Even mijn hesje aan. Zullen we kijken of de deur gewoon open is? Stel, ik sta gewoon op het dak van het dakterras van Stefan. Hè. Oh, die deur is gewoon open, gek. Tering, Stefan, wat ben jij dom? Dit kan toch niet zo makkelijk gaan? Hij is echt niet. Hij is er niet slakker. Kijk wat voor tering bent die, joh. Gouden ketting. Hier is hij fucking aangehecht. Oh, dit. Hij wordt gek, jongen. Hij wordt gek zo meteen. Oh, ligt hier nog een telefoon? Hier, kluis. Zullen die kluis gewoon meenemen? Die gaat, deze gaat mee, pik. Oh, dit is tering chill. Hij heeft gewoon alles in de kluis en die kan je erop pillen. Kijk, ik heb schouwketting op zijn kluis. We gaan er vandoor. Woehoe, het is gelukt! Ik heb gewoon de fucking kluis waar alle shit in zit. Daar Stefan waar dan hecht, heb ik in mijn auto. Die is toch te ziek voor woorden. Ha! Dan buiten is binnen.
Tijd om deze via de zogenaamde zwarte markt te verkopen. Goed gevulde kluis in de aanbieding, dames en heren. Ik ga hem even op marktplaats zetten, kijken wat Stefan ervan vindt. Wat hij ervoor over heeft. Ketting, jongen. Het voelt ook meteen goed, jongen. Het voelt meteen bam, 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 gangster. Plaatsadvertentie. Kluis met inhoud. Tijd om Stefan even zelf de hoogte te stellen van de status van zijn spullen. Hey, Stefan! Hallo. Hoe is het, jongen? Supergoed. Met jou? Ja, gaat echt supergoed. Ik was even bij je huis, maar je was niet thuis. Ja, klopt. Dus ik ben zelf maar even naar binnen gegaan. Deze meegenomen. Hoe de fuck, hoe ben jij in mijn huis gekomen, Pik? Je moet gewoon je balkondeur op slot doen. Zou ik volgende keer wel doen. Sowieso, je huis stond meer dicht doen. Handig. Godverdomme. Oh, To, ik ga je zo, echt, dit kan je echt niet maken, ouwe. Ik ben gewoon op zangles nu. Ja, I know. Daarom was je weg. Oké, okay, maar ik heb iets voor je. Ja. Even kijken, stuur je nu even een linkje. Kijk, ja. Kan je daar gewoon je spullen ophalen? Ja, ik ben echt een klootzak bij je. Echt duurzaam. Oké, doei. Doei. Jezus. Prank geslaagd, bitches! Woehoe! Nadat Stefan klaar is met zijn vocale lessen, kijkt hij op de online markt of hij zijn waardevolle spullen kan vinden. Er blijkt wel meer geld geboden dan hij had verwacht. Wat? Fuck even about 10 euro, 20 euro, 25 euro, 26 euro. Ik ga zelf ook een bod doen. Ik krijg tyfus maar 50 euro. Ah, ik ben helemaal klaar mee. Echt helemaal klaar mee. Het is gewoon fucked up dat het ook gewoon, zeg maar, het stopt niet, weet je wel. Het gaat gewoon de hele dag door. En onze afspraken en het normale leven gaat ook gewoon door. En je kan niet gewoon, je kan niet de hele tijd op je hoede zijn. En ik had nu gewoon zangles in Amsterdam. Fucking hell. Ik ben nu bij Talpa, ik moest even langs kantoor. En Giel was er ook en ik zie zijn auto hier staan. Dus dit is wel de ultieme kans om iets bij hem te doen. Ik heb toevallig nog een flesje spuitverf. Maar Giel is op kantoor zojuist aan het afronden. Dag jongens, dag. Zijn dag wordt dadelijk verstoord. Hij wordt woedend als hij dit ziet. Hij flipt hem helemaal. Oh, oh, oh. Heerlijk, even een fotootje. Nou, ik heb wel wat plannetjes voor vanavond eventueel heb ik bedacht. Dus dat gaat wel goed komen. Dit meen je niet, hè? Er staat gewoon graffiti op mijn auto. What the fuck, Thomas? Die krijg je weer niet af. Fuck. Tering, Thomas. Kutprankoorlog. Ook die andere kant, tuurlijk. Oh, het is nog nat. Het is nog nat. Kijk, ik heb altijd doekjes heb ik in de auto. En Thomas is niet zo heel slim. Hoe de fuck? Mijn hele auto wordt gewoon de hele tijd naar de tering geholpen. Deze is gewoon echt binnenkort niks meer waard. Kan ik je vertellen, echt niks meer. Kijk even bij je auto, Thomas. Thomas, echt, als je zo doorgaat, ik kom met een veel hardere grap terug. Hè? Dus je weet, als je zin geeft, moet je ze nog wel kunnen inkissen. Ik kreeg net te horen dat Giel zijn auto aan het schoonmaken is. Nou, dat wil ik natuurlijk even meemaken. Hé, hey, Giel! Nee, Thomas. Ben jij je auto aan het schoonmaken? Nou, auto schoonmaken, hoezo? Hoezo? Oh, het is mooi. Het gaat er wel makkelijk af, hè? Het gaat er makkelijk af. Ik was op tijd. Nou, ik ga op af, hè. Doei. Doei. Hij is zo lekker chagrijnig. Heerlijke vent. Stefan arriveert na een lange dag bij zijn woning en treft de ravage aan die Thomas heeft achtergelaten. Nou, deze had hij niet nodig, kennelijk. Die heeft hij gewoon op mijn bed gelaten, jongen. Oh, mijn kluis is weg. Hier stond mijn kluis. Oh, hoe de fuck is die gozer binnengekomen? Ik snap er geen reet van. Oh jongen, als ik hiermee toch gewoon even Giel en Thomas een hasjes mee kon inslaan, jongen, had het zoveel leuker geweest. Yo, gammer maat. Had jij niet even kunnen zorgen dat Thomas hier niet binnen kon? Hallo, Mini, praat tegen jou. Stefan besluit uit wanhoop een tegenaanval te doen op zijn kameraad Giel. En daar is enige haast bij geboden. Dus Stefan schakelt een bondgenoot ter plaatse in. Yo. Yo maatje. Hey, ik ga nu rijden naar Uden. Ja. Heb jij toevallig tijd om een pot verf te gaan halen?
bij de bouwmarkt. Want als ik daar aankom, dan zijn ze allemaal gesloten al, denk ik. Ja, goed. Wat voor kleur? Laten we rood doen. En dan misschien vindt Giel die kleur wel mooi dan. Ik ben er over anderhalf uur. En na anderhalf uur in een automobiel arriveert Stefan in het vooralsnog vredige Uden. Kijk eens aan. Jij hebt spullen? Oké, want we weten natuurlijk niet waar die is, hè? Dus voor hetzelfde geld, maar hij staat niet voor de deur te wachten waarschijnlijk. Dus we gaan het gewoon proberen. En ook Thomas heeft plannen om zich richting het zuiden des lands te begeven. Oké, het is net 12 uur geweest, dus eigenlijk is het alweer prankdag 5. Vanavond is het tijd om Giel weer eens goed te gaan nemen. Ik ga vanavond bij hem langs in Uden. Ik heb een speaker bij me, ik heb muziek bij me, ik heb een microfoon bij me. Dus dan gaan we een lekker feestje bouwen. Ik hoop dat hij er zin in heeft. Ik hoop dat hij lekker ligt te slapen, dat ik hem lekker wakker ga maken. Instappen! Stefan is inmiddels gearriveerd op het strijdveld. De aanval richt zich vanavond volledig op Giel. We gaan het gewoon heel snel doen, ouwe. Is het niet? Ja, hij is nog steeds groen. Hij kan ons niet zien via een cameraatje zo, toch? Als hij op de knopje drukt van de deur, kan hij niet al zien. Oh, kut. Als hij nu naar buiten komt, dan krijg ik een stomp voor mijn hoofd. Dat wil je niet weten. Oh, dit gaat echt zo lelijk worden, ouwe. Ik ben ook echt een hele slechte verver, ben ik. Maar ik hoor hem wel aankomen, denk ik. Nou, dan weet ik niet, die metalen deur. Het leek zo. Wil jij even een stukje doen? Oh, fuck. Is hij niet. Het is avond geworden. En nu heb ik gezien dat Stefan voor mijn deur staat. Kijk, ik ga natuurlijk niet een prank verzieken. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Wat ben je nu aan het doen? Oh, kijk. Oh. Oké, ik zie dus ook meteen vrienden die nu Stefan aan het helpen zijn, die zie ik dus. Ik vind het mooier, denk ik, toch? Ja? Ja, ik vind het wel mooier. Hij is gewoon... Steve, je had mijn fucking deur al goed geverfd. Welke kleur krijg ik het nu dan? Geel, rood, roze? Paars. Geel vind ik ook wel mooi, pas wel bij ons. Laat ze maar lekker pielen, jong. Geel, hopelijk vind je deze kleur mooier. Hij is rood. Ik ga er weer vandoor, jongen. Misschien krijg je volgende week nog wel, of aankomende dagen nog een ander kleurtje van me. Letten! Ik ga de schade maar even bekijken. Zo, dit keer zijn ze er niet beter mee omgegaan. Mijn god! Is hij weer rood? Wat een kutzooi. Overal ligt verf hier, gast. Kijk, hier zit verf. Overal zit verf, man. Ook zoveel. Ik ben wel weer zo aardig dat hij gewoon zijn prank mag uitvoeren. Als je nog een keer langskomt, dan ben je de mijne. Dan doe ik precies hetzelfde wat ik met Thomas heb gedaan. Ik ga deze oorlog winnen, dat kan ik je vertellen. Morgen ben jij weer de lul. Ik lig momenteel in een hotel ergens in Brabant. Niemand weet waar ik ben. Want ik wil vannacht gewoon eindelijk even een keer goede nachtrust pakken. Want of er gaat iets gebeuren of ik denk dat er iets gaat gebeuren. Echt jongen, die shit is heftig. Slaap lekker allemaal. Doei. Stefan ligt inmiddels veilig op één oor. Maar bij Giel is de strijd nog niet ten einde. En de komende aanval gaat een hoop slachtoffers opleveren. Het is inmiddels 1:00 PM. Ik denk dat Giel lekker op één oor ligt. Zou hij extra blij zijn als hij de mijn wordt zometeen wordt wakker gemaakt? Ja, hier is het volgens mij. Oké, ik moet even wat dingen installeren en dan gaan we even knallen. Ik heb er zin in. Hallo, hallo. Hey Giel, tijd voor een feestje. Hey Giel. Buddy. Hou je kop! Wat zeg ik, Giel? Hou je kop! Dit is niet normaal. Kom nou even, Giel. Kom nou. Ik bel de politie. Opzouten. Ik had wel verwacht dat hij even naar buiten zou komen. Even gezellig, even een dansje doen.
Volgens mij is de hele buurt inmiddels wakker. Doei Giel. Jij bent de volgende keer de mijne. De hele buurt is wakker, man. Iedereen weet weer dat ik hier woon. Bedankt. Ja, alsjeblieft. Ze hebben zijn begonnen. Nou, gaan we weer lekker naar huis. Slaap lekker. Slaap lekker, Giel. En ook de inwoners van het normaal zo vredige Uden lijken niet meer veilig voor de gevolgen van deze prankoorlog. Giel gaat bij Thomas verhaal halen. Wil je dit niet meer doen? Nee, ik zou het nooit meer doen. Maar dat is wel jouw nummertje. Hoe zie ik eruit? Je ziet er een beetje moe uit. Lag je lekker te slapen? Ja, pik. Ik ben ook moe, man. Oh, je bent ook moe? Ja, ik heb een uur gereden voor die 10 minuten feest. Nou, hier heb je de politie. Oh, yes. Die ook nog. Die heb jij zeker gebeld, hè? Nee, ik hoor hier niet bij. Jawel, jij hebt die gebeld. Nee, zeker niet. Jij hebt die gebeld, sowieso. Ik hoor hier niet bij. Ik hoor hier echt Jawel. Niet bij. Nee, ik hoor je echt niet bij. Godverdomme. Ik hoor je niet bij. Als ik nu mijn geluidsinstallatie moet inleveren, moet ik gek, hè? Wat mag jij doen? Ja. Hoi, hoi Giel. Hey, ik ben echt serieus net mijn bed uitgetrommeld door hem. Serieus? Ja, sorry, maar echt spreek hem alsjeblieft aan. Het is allemaal zijn schuld, hoor. Fuck you, volgen. Jongen. Echt. Sorry? Jij me even wil volgen in die auto. Moet ik jou volgen? Ja. Waar gaan we heen? Die kant op. Die kant op, oké. Okay. Thomas wordt door deze agenten verzocht om mee te komen. Hoe de sterkarm der wet omgaat met de streken van onze vrienden, ziet u in een volgende aflevering. Tabi! Nee, hey, we gaan daar helemaal heen, jongen. Dit meen je niet! Oh, shit! U rijdt die kutpolitieagent naar autoweg. Geel, vuile, vieze bloedhond. Hou tegen!